Als het van burgemeester Harry Hendricks afhangt, komt er in de gemeente Malle geen trajectcontrolesysteem. En daar heeft hij zo zijn argumenten voor. In de eerste plaats om principiële redenen. Uh, wij zijn ervoor dat het grondrecht, namelijk de bescherming van de privacy, dat dat gerespecteerd wordt. En daarvoor zijn die trajectcontroles en al die camera's echt niet nodig. Geen big brother toestanden in onze gemeente. Er is volgens Harry Hendricks niet genoeg geld in de gemeentekas om zo'n systeem te installeren. En er is meer. Vervolgens zitten we dan met een, een vervolgingsbeleid: een vervolgingsbeleid waarvan we ook nu al hebben mogen vaststellen dat men het niet kan volgen, dat men niet de manschappen heeft binnen het parket om voldoende repressief op te treden om dus al die. Processen verbaal die dan toestromen om die, te gaan, om die te gaan effectief vervolgen. Dus men krijgt een kaskade van, van niet vervolgbare zaken dan en dat heeft dan het omgekeerde effect. Gemeenten van dezelfde politiezone helpen elkaar met de financiering van de trajectcontrole. Brecht heeft nu zo'n systeem en ook in Schilden en Zoersel zou trajectcontrole komen. Maar toch staat het nog niet vast dat Malle ook mee zal moeten instaan voor de kosten aan een snelheidscontrolesysteem dat het zelf niet wil.